Zorg in ieder geval dat je de naam weet bij wie je op gesprek gaat. Komt heel vaak voor dat kandidaten binnenkomen en die, dan vraag je, nou, met wie heb je een afspraak? Ja, wacht even. Ga ik even mijn telefoon erbij pakken? En dan pak ik even het mailtje erbij. Nou, voordat diegene het antwoord heeft, dan ben je al 2 minuten verder. En wat ik ook altijd wel echt vind getuigen van dat iemand echt voorwerk heeft gedaan, is dat diegene me heeft toegevoegd op LinkedIn. Ja. Of dat ik in ieder geval heb gezien dat hij heeft gekeken op mijn pagina. Ja, wat ik ook persoonlijk erg belangrijk vind, is dat jij goed weet waar je moet zijn. Weten welke persoon het is, maar ook welk adres, wellicht welke afdeling je moet hebben. Dat zijn wel echt praktische tips. Zorg gewoon dat je een kwartiertje voor het gesprek aanwezig bent. Geef jou eventueel nog wat de tijd om het een en ander voor te bereiden. Ik heb er altijd wel een spreekwoord voor. Ja, gewoon Mike, heb jij daar een spreekwoord voor? Ja, dat, als je te vroeg bent, ben je op tijd en als je op tijd bent, ben je te laat. Neem nog voor de zekerheid even je eigen sollicitatiebrief en cv ook door. Want het kan natuurlijk zijn dat jij een andere sollicitatiebrief gebruikt per sollicitatie. Bij de desbetreffende vacature kan je je eigen sollicitatiebrief nog even doornemen. Om te kijken waar je ook alweer over hebt gehad in je brief. Er wordt dan ook gevraagd of je bepaalde documenten mee wil brengen. Dus neem die ook echt mee en probeer dat netjes mee te nemen in een mapje. Ja, als het een functie is waar je al eerder bijvoorbeeld in hebt gewerkt, iets van een portfolio, dingetjes die je kan laten zien wat je bijvoorbeeld al eerder hebt gedaan. Gisteren toevallig een gesprek met een jongen die zijn afstudeerscriptie had meegenomen. Daaraan ook echt liet zien wat hij allemaal gedaan had. En dat was heel erg relevant voor deze functie. Dat was voor mij wel echt eventjes een wauw momentje waarin ik dacht, van, dit is mooi. Ja, wat ik vind dat je moet meenemen is sowieso gewoon een schrijfblokje of pen en papier voor jezelf en je cv. Wij hebben hem vaak wel, maar vaak als je bij een opdrachtgever solliciteert, hebben ze dat niet. Dus doe er eentje voor jezelf, eentje voor hem. Dat je alle twee ernaar kan kijken. Nou, wat vind jij ervan als iemand zo'n blokje mee heeft en dan zeg maar zijn vraag heeft opgeschreven? Ik vind dat heel goed. Ik vind dat getuige van voorbereiding, van interesse in de functie. We willen natuurlijk wel weten wat voor vlees we in de kuip hebben of wat we gaan doorzetten naar een opdrachtgever. Dus laat vooral zien dat je wel representatief kan zijn. Weet je, het ene bedrijf is het andere niet. Ga je bij een fancy bank, dan moet je waarschijnlijk wel een pak aanschaffen en dragen. Kom je bij Young Capital op gesprek, dan hoeft dat niet. Ja, ga alsjeblieft niet in je joggingsbroek. Of zonder shirt. Ja, dat ook. Niet. Doe geen petje op. Doe je jas uit. De gimpen die er gewoon goed uitzien. Niet afgetrapt waarmee je alle festivals afloopt van de zomer. Maar een paar goede, nette gimpen. Gaat in je broek, dat staat gewoon niet netjes. Kijk op de website, dat vind ik misschien nog wel de allerbelangrijkste. De website van het bedrijf. Meestal op de homepage van het bedrijf staat een foto van iemand. Nou, dan zie je al de kledingstijl van het bedrijf. En als je het echt niet weet, kies dan liever voor net iets te netjes dan, ja. Dan niet. Precies, liever overdressed dan underdressed. Hou altijd een bepaalde basis aan.